Robin, wat een wedstrijd en wat een einde weer. Ja, dat was wel even extra leuk om zo de 3 punten binnen te halen, denk ik. En om dat te vieren met de fans was uitstekend, ja. Als verdwaalde rechts buiten? Ja, ik was redelijk verdwaald aan die rechterkant, ja. Ja, afvallende bal en in eerste instantie dacht ik, ik ga hem direct voorgeven. Maar toen kwam die verdediger iets dichterbij, dus ik denk, kap hem af. En vervolgens denk je, ja, tweede paal, richting tweede paal schieten. En, of die binnenvalt of iemand tikt hem aan, maakt niet uit als hij maar binnenvalt. En nou, dat deed hij gelukkig direct. De belangrijkste vraag is, bewust hij? Ja, wat ik zeg, het was uiteraard op goed geluk richting de tweede paal schieten. Dat hij dan direct binnenvalt, had ik niet voor mogelijk gehouden. Het is niet dat ik dacht van, hey, weet je wat, ik ga hem even tweede paal in de kruising schieten. Zeker niet, maar ik wilde hem wel richting die kant schieten uiteraard. En dat hij dan direct binnenvalt is wel extra mooi. En dan de wedstrijd zelf, hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk dat we goed starten. Je zag wel direct onze intentie hoe we deze wedstrijd wilden spelen. En, dat deden we ontzettend goed, denk ik. Utrecht had daar moeilijk mee, moest ook wat omzettingen doen. Vervolgens hadden wij het weer wat moeilijker in de opbouw, kwamen er niet helemaal mee uit. En zo ging het een beetje over en weer, verschillende fases denk ik. Maar ik denk over het algemeen wel een ontzettend goede wedstrijd met het publiek erachter. En, het werd uiteindelijk een beetje een vechtwedstrijd, maar daar gingen we gewoon heel goed in mee. En daardoor Utrecht ontzettend lastig gemaakt. En uiteindelijk misschien een 0-0 wedstrijd verdiend geweest, alleen de gelukkigste heeft gewonnen gelukkig. Lekker meegenomen. Ja. Lars Oenestal die zei zelf al, we willen graag ook een wedstrijd thuis spelen. Heeft het jullie geholpen? Ja, uiteraard. Vanaf het begin tot lang na de wedstrijd volgens mij zijn ze bezig met ons. En ja, het geluid is enorm. En dat merkte je ook na de goal uiteraard. Het ontplofte gewoon het stadion. En dat is toch wel heel mooi om mee te maken als voetballer. En nu op naar volgende week. Ja, uiteraard. Dank je wel. Dank je wel.